Wij zijn een dochterbedrijf van een Japanse multinational. Als Daikin Europe zijn wij zowel het Europese sales hoofdkwartier als ook manufacturing hoofdkwartier. En in Oostende hebben wij een fabriek die zich toespitst op de industriële en commerciële toepassingen, zowel voor airconditioning als voor warmtepompen. Daikin Europe heeft de voorbije jaren een factory reform plan doorgevoerd. Enerzijds werd geïnvesteerd in automatisering en digitalisering. Anderzijds werden zelfsturende teams en een cultuur van continue verbetering geïntroduceerd. We zijn een aantal jaar geleden gestart met factory reform. Met als doelstelling om onze competitiviteit binnen de Daikin Groep opnieuw te herwinnen. Dus dat was in feite onze basis. En met die basis zijn we dan gestart om doorgedreven Kaizen-activiteiten uit te voeren door iedereen in de organisatie. Dus daarvoor gaan wij op vastgestelde tijdstippen de productielijnen stilleggen. En dan laten we elke operator in kleine teams werken binnen de eigen omgeving aan verbeteringen, kleine verbeteringen die ze zelf voorgesteld hebben en die we dan ook de gelegenheid geven om zelf in teams uit te voeren. Daikin hecht een groot belang aan de betrokkenheid van zijn medewerkers. De fabriek van de toekomst is pas een succes als iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. The most important point is how to change the mindset, not only management. This is everybody have to the mindset. This is a European culture, a very strong hierarchy. But Daikin culture is a different point of view. So our management side is a flat. So sometimes top management going down in the factory hall and speak to operator. In that case, operator increase the motivation agency. The same top management and operator have to look same point of view. This point is very important. Het bedrijf maakt werk van efficiënte en zo ecologisch mogelijke producten. Maar ook in de productie zelf staat milieuzorg centraal. Heel concrete voorbeelden. De zonnepanelen liggen op ons dak voor zelf een stuk van onze stroom te gaan voorzien. We gaan ecologische motoren gebruiken. We gebruiken warmterecuperatie in onze processen enzovoort. Tegelijk geven wij ook heel wat opleiding aan onze operatoren, onze mensen. Dus alle operatoren in onze fabriek zullen passeren aan een opleiding met betrekking tot milieu. En daar zal steeds reflectie gemaakt worden naar hen toe. Hoe kan je zelf bijdragen individueel op fabrieksniveau? Maar dan ook steeds een vertaalslag maken naar thuis. Hoe kunnen zij ook thuis ecologisch omgaan met de energievoorzieningen die zij hebben?